ongelooflijk. Kijk, die Staatsteater heeft nou maar net een manier om jou asem weg te slaan. So die dag toen ons ingekom het met dress rehearsals en ik gaan staan net op haar verhoog en ik besef het, wauw, ik is weer na 10 jaar in die Staatsteater. Dit is een ongelooflijke ervaring. Ik denk het is ongelooflijk belangrijk voor Afrikaans sprekende mensen om net weer uit te kan komen na alles wat gebeur het. Ik denk die mensen is honger daarvoor en dit is voor ons een voorreg om dit voor hulle te kan doen. Joch, dit was absoluut amazing. Kijk, dit was talent. Ik moet zeggen, Marlee is nog altijd voor mij een van de mooiste vrouwen in Zuid-Afrika. Die vrouw heeft niet zoveel talent. Ze kan klavier spelen, ze kan zingen, ze kan echt, ze kan alles doen. Alle acteurs, al die muses, it's beautiful. Ik heb een beetje van een girl crush op Marlee. Ga niet. Ik was zo zin, oké, zo je kan act en jy is mooi en dan speel je die klavier zoals een droom. Liberace, basically. En maar die hele atmosfeer en die hele, dit was so cool actually om terug te gaan 2020 toe. Dit was een beetje nostalgic. Ik meen, het was een terrible like, jaar en het was een baie complicated tijdperk voor Zuid-Afrikaners vooral. Dat ons door hierdie tijdperk moest gegaan het, maar het was so cool om actually terug te gaan en te zien. Want voor mij voel het alsof amper het niet gebeur het nie. Hoe ver het gekomen is? Dit is so ver wat ons gekomen. Exactly, dit is so ver wat ons gekomen het. Maar ik meen, Neels Clasen en Altus Theart en Marlee, of course, wat die ster is van die show en die rest van die cast. En die musos wat live gespeeld het, live instruments. Oh, dit is iets wat ik love, is live instruments, live singing. I'm hooked. Absoluut. Ek knyp myself, ek sê vir Altus, soos in 2 dae terug, sê ek vir hom, ek voel so emosioneel, ek voel alles so geweldig, want ons het vergeet hoe lief ons is vir theater, soveel van ons acteurs, en hierdie is ook my eerste productie weer, terug op die planke, en het is een voorreg om het so met mense te doen, wie ek allemaal ken, en so met wie ek veilig voel, Ad Life Productions, die hele cast, is mense so met wie ek al gewerk het, en net om, jy weet, terzelfde tyd, soos ek en Altus, wat as acteurs ook moet, en sing, maar ook instrumenten speel, ons, moet ons al verskriklik stretch, en het is een voorreg om het nog steeds te kan doen, jy weet, om die geleentheid te kry, om te gaan sit en te sê, wel, okay, gaan naar die kans vaart en dan gaan waag. So, dit is een verskriklike lekker show om weer terug te kom na COVID. Voor te berei vir hierdie show was, dit was nogal 'n tricky een geweest, want ons het net 2 weke rehearsals gehad. So, ons moes dit maak werk. Ek het so baie geoefen en die aand as ek by die huis kom na rehearsals, dan gaan sit ek agter my klavier en ek oefen tot so 10 uur die aand toe nog steeds. Maar dit is baie inspirerend en dit het definitief honger in my losgemaak om, ja, dit is so lekker om in 'n band te wees. Al is dit nou net 'n fake band, maar ja, dit is ongelooflik. Is 'n vreugde. Ek bedoel, is 'n vreugde in baie maniere. Ek het baie lanklaas theater gedoen. Weet jy van dat theater regtig daar nie meer baie is nie. So om theater te doen met wat basis muziek het, wat het 100% die center daarvan is. En om saam met amazing talent en ou vriende van my op te tree, dit is een wenresept, dit is amazing, ek smal nou. Ek dink daar's bitter min daarvan, jy weet, op die planke. En ek dink vooral met die produksie soos die, dit versamel 2 verskillende werelde. Bekende Afrikaanse popmuziek, wat verbind word met een prachtige, romantische story, wat ek dink aan allemaal sy harte sal raak. Jy weet, en ek kan nie dink aan een beter kombinatie nie. Selfs mense wat nie noodwendig gewoond is aan theater nie, is dit die perfecte middenweg tussen wat hulle baie goed ken en helemaal een nieuwe inspirasie, regtig, helemaal een nieuwe event in hulle lewens. En meeste mense wat vir die eerste keer na theater toe kom, kan nie glo wat hulle gemis het nie. En so, ek wil regtig hê, mense moet dit weet, dat dit 'n ongelooflike ding is om mense live op 'n verhoog te sien, sing en dans, met muziek wat hulle allemaal ken.